Ik heb binnen 5 minuten beslist dat we toch met onze eigen auto gingen. Dus ik heb wat vanuit de kast en van mijn zoontje afgepakt en aan de auto geknoopt. Iedereen kan zien dat ik boer ben en daar ben ik trots op. Zonder tractoren om de overlast te beperken, trekken Noord-Hollandse boeren naar Bilthoven om daar actie te voeren bij het RIVM. Waarom ga je naar het RIVM? Die kunnen helemaal niks bepalen. Nou, nee, dat klopt. Maar er wordt daar natuurlijk gemeten. En als het dan de overheid uitkomt, dan wordt er gerekend met een afstand van 5 kilometer. En als het even niet uitkomt, dan rekenen ze op een andere manier. Ja, ik denk dat een wetenschappelijk instituut zo niet moet willen rekenen. Die moeten gewoon netjes rekenen zoals het hoort. En niet de regels toepassen hoe het een beetje past. De boeren vinden de rekenmethode van het RIVM onbetrouwbaar en oneerlijk. Ook protesteren ze tegen een maatregel van minister Schouten op het veevoer. Al laten ze, ook door verschillende verboden door veiligheidsregio's, de tractor dus thuis. Maar dat gaat niet ten koste van de impact, hopen ze. Het lijkt onderhand wel of de trekker een verlengstuk van ons is. En dat is het natuurlijk in ons werk ook wel. Maar het gaat om het gedachtegoed. En die trekker, dat weten we nu allemaal wel. Overlast is niet wat wij tot doel stellen. Het doel is dat iedereen begrijpt waar we mee bezig zijn. En dat dit heel Nederland aangaat. En niet alleen onze boeren. Kijk, het gaat om een statement maken. En volgens mij op deze manier maken wij ook een statement. En als mensen daar minder last van hebben, is het alleen maar goed. Want wij zijn niet in de wereld om het mensen lastig te maken. Ten slotte zijn het onze klanten ook in. Wanneer is voor jou vandaag geslaagd? Ik denk dat de minister Schouten dat die zo halstarrig is dat er geen slagingskans is. Het gaat meer om bewustwording dat het RIVM met 2 maten meet. Dat minister Schouten zelf juridische maatregelen neemt die niet houdbaar zijn. Terwijl ze onze maatregelen gewoon niet in wil voeren. Dus het is meer bewustwording dan dat we echt resultaat gaan halen. Het is bewustwording bij de politiek. Niet alleen minister Schouten, maar politiek breed. Maar ook bij de burger, van wat er gebeurt met deze beroepsgroep, dat is gewoon niet oké.